Een goed salon kan niet zonder premières. En gezien we hier in Brussel alleen maar goede salons organiseren, staan hier dan ook de nodige premières. En die gaan wij nu samen ontdekken. Er zijn ook première lights op het Salon van Brussel. En dat is die daar, de Jazz. Uiterlijk amper iets veranderd, maar het hybride systeem is wel wat krachtiger. Van 109 ging het naar 123 pk. Of Colin Chapman er echt content mee gaat zijn, dat weet ik niet. Maar naar alle waarschijnlijkheid gaat deze Elettra Lotus wel boven water houden. En hij mag dan misschien niet rijden als een echte Lotus. Dat valt nog af te wachten, want we moeten hem nog testen. Maar de supersportwagenspecs die zijn er wel degelijk. Want dit spel hier achter mij heeft 900 pk. Als je voeten al eens graag vuil maakt, dan moet je zeker stoppen bij Ford voor de Bronco hier. Een beetje in dezelfde trant van de Defender en de Wrangler, met dat verschil dat ze bij Ford wel zeker zijn dat ze die twee gewoon los over de knie liggen. Want de terreinstander van de Bronco die heette de Goat Modi. Greatest of all times. Nog een wereldpremière, al moet je daar hiervoor onder de kap kijken. De MX-30 brengt namelijk de wankelmotor terug als range extender. Goed nieuws, want daarmee raak je met die MX-30 eindelijk eens ergens. Bij Hyundai hebben ze deze hier op het podium gereden. Dat is de IONIQ 6. En de IONIQ 6 dat is in essentie een IONIQ 5 met een meer gestroomlijndere koets. Het resultaat daarvan, wel, dat is als je de meest efficiënte setup neemt, dat je hiermee 615 km ver zou moeten raken op één batterijlading. Silence, anders dan de naam het doet vermoeden, even Spaans als de Sint. En wat brengen de Spanjaarden mee naar Brussel? Wel, dat is deze S4, de zogeheten nanocar, een andere mobiliteitsoplossing, zeg maar. Wat moet je daarvan onthouden? Wel, hij kan 85 km per uur. En herhaalt normaal gezien een rijbereik van 149 kilometer. Maar de echte party trick van dit kleintje, dat is zijn uitneembare batterij. Lexus, dat is de overtreffende trap van Toyota en dat is voor deze RZ niet anders. Want in essentie is het een BZ4X, maar dan met een chicere aankleding en een sterkere aandrijving. Want hier 313 pk uit beide motoren. Meer vermogen, jammer genoeg ook minder rijbereik, want in tegenstelling tot de Toyota die 450 kilometer haalt, stopt deze bij 400. En als uitsmijter een Belgische première, want deze Q8 e-tron ja, die wordt nog altijd gemaakt in Brussel. In Vorst zelfs, op een boogschut van de redactie. En nee, ik heb daarbij geen fout gezegd, want inderdaad, deze e-tron die heet voortaan Q8 e-tron. Om de simpele reden dat iedereen vroeger toch altijd maar verwees naar die elektrische Q8, heeft Audi voor één keer de logica gevolgd. En er dus Q8 voorgeplakt. Is er nog iets nieuw? Ja, heb je de e-tron 55 besteld, dan krijg je voortaan 114 kWh aan batterij. Heb je de 50 besteld, dan is dat 95 kWh.